Goedemorgen, het is vandaag maandag en het is oudjaarsdag. Ik ben echt nog blij dat het licht is, want we zijn zo laat wakker geworden, jongens. Echt, ik denk rond 2 uur of zo wakker geworden. We hebben het echt heel erg laat gemaakt gisteren. Nessie was gisteren echt zo laat thuis van de studio. En ik heb eigenlijk letterlijk op hem gewacht en series gekeken. Dus we werden echt gewoon zo brak wakker. Niet normaal. Dus ik ben echt blij dat het nog een beetje licht is nu. Ik heb net lekker snel geluncht. Het is nu al ongeveer 4 uur. Ik ga zo even douchen en dan ga ik me klaarmaken. Ik ben wel echt blij, want ik hoef eigenlijk verder niks te doen vandaag. Het enige wat ik moet doen is mezelf klaarmaken en dan naar Zeeland rijden met Nessie. Daar gaan wij oud en nieuw vieren met onze vrienden. Dus dat is echt heel erg leuk. Dus daar hoef ik me alleen maar om druk te maken. En daarna, want Nessie heeft vannacht gewoon een show, ga ik dus gewoon mee naar Nessie's show. Dus daar heb ik eigenlijk ook wel zin in. Maar ik zit na te denken om een extra outfit mee te nemen. Want ja, met oud en nieuw wil je toch wel een beetje leuker uitzien. Ik weet niet of ik dezelfde outfit... Oh, Nessie, olifant. Of ik dezelfde outfit aan wil doen met de show, snap je? Maar ja, daar moet ik even over nadenken. Ik ga nu even snel dit allemaal fixen. Dus ik wil jullie dit nog even laten zien. Wow. Ik wist niet eens dat ze pakketten bezorgen met oudjaarsdag. Dat wist ik echt niet. Maar ik heb dus net van DHL nog een pakketje ontvangen. Van mijn bestelling. En dit is een bestelling die ik echt al heel erg lang wou. Dat is volgens mij echt de standaard zin van elke vlogger als die een bestelling binnen heeft of als die iets heeft gekocht. Ik wou het al heel lang. Maar dit wou ik echt al heel lang. En dit verkopen ze ook gewoon niet meer in de winkels. Maar deze oorbellen van Calvin Klein heb ik eindelijk gevonden op het internet. En ze zien er zo uit. Oh my god. Dit zijn echt Miriam oorbellen. Ik ben echt zo blij met deze oorbellen. Echt niet normaal. Ik wou deze al heel lang. En dat is eigenlijk van de oude collectie van Calvin Klein. En ik kon ze nergens meer vinden. Maar ik heb ze eindelijk gevonden. Ik had ze echt heel lang gezocht op het internet. Er was nog een webshop die ze verkocht. Dus ja, ik heb ze toch weten te bemachtigen. En ik ben er zo blij mee. Alleen ik ga ze vandaag niet indoen. Want ik vind ze niet echt iets voor oud en nieuw. Maar wel echt heel erg tof. Het worden mijn nieuwe oorbellen. Het worden de vervangers van mijn oude Calvin Kleins. Ik vind het echt zo tof. Oké, ik heb mijn haar even snel vastgedaan. Als eerst ga ik de nepwimpers plakken van Queen Tarzan die ik gisteren ook op had. En deze lesjes heten Nora. Zo jongens, kijk één keer naar het verschil. Ik ga stuk. Ik vind het trouwens echt een heel mooie wimper. Ik dacht dat die best wel overdreven was, maar het valt echt reuze mee. Als ik ze heb geplakt, dan druk ik ze nog altijd zo even tegen elkaar aan. Mijn eigen wimpers en de nepwimpers. Zodat ze goed blijven zitten. En nu deze oog. Zo, de wimpers zitten nu op beide ogen. Ik haat mijn wenkbrauwen trouwens erg. Ik heb ze niet op tijd laten bijwerken bij Elnaz. En nu steken ze gewoon echt uit. Kijk, je ziet het gewoon. Ik ga helemaal stuk. Sorry, maar ik ga het echt knippen, want het is echt vet lelijk. Nou, helemaal netjes. Zo, dan heb ik op zijn minst geen borstige wenkbrauwen meer. Tot ik naar Elnaz ga. Ik vind het prima. Zo. Dan teken ik ze zo nog wel even netjes. Even snel concealer opdoen. Deze is ook al bijna op. Wah! Ah! Schrik me dood. Oké, ik ga nu even baken, contouren, bronzen. Sorry. En dan zie ik jullie zo. That's the way life goes. Heb je zin in vandaag, Nes? Sowieso. Ik vind het wel dat ik vuurwerk moet halen, man. Ben je serieus? Ja, dat is wel goed. Ik, Nes en zijn vrienden, die steken best wel veel vuurwerk af, hè, Nes? Maar ik weet dat er nog iets open is. Er is hier in de buurt zo'n vuurwerkwinkel, hè? Maar waarom wil je dat halen, Nes? Ja, gewoon voor de grap, toch? Wat voor vuurwerk wil je dan? Gaan ze weer zo raar doen als vorig jaar, Nes? Nee. Wat deden ze vorig jaar? Vertel eens even. Ja, de hele buurt in brand steken. Ze hadden alles echt op een stapel gelegd en in een fik gestoken. Het zag er echt heel erg eng uit. Ik heb dus vorig jaar oud en nieuw gevierd met een vriendin. Voor de eerste keer. En dat was wel gezellig. Maar ik heb echt gewoon zin dit jaar om met jou te zijn. Oh, zo lief. Ja. Zeg maar dat je van me had. Ik hou van jou. Nu zeg je het opeens wel, hè? Ja, want ik moest net verplicht van Nessie mijn camera aandoen om te zeggen dat ik van hem hou.
Maar ik moet het zeggen wanneer ik het wil. Ik en Nessie. Ik heb soms die chocolade op en gewoon inpakken. Jawel. Weet je wat Nessie net in de ochtend aan mij ging vragen? Ja, hoe gaan wij kussen? Onze nieuwjaarskus. Hoe moet ik jou kussen? What the fuck? We gingen oefenen. Wat is jouw reden ervoor dan? Omdat ik jou altijd belemmer. Ja. Nessie die laat me echt een soort van stikken. Als die me wil knuffelen, kussen. Yes. Als ik haar zeg maar wil kussen of wil knuffelen, dan wil ik haar echt vastpakken van oh, kijk hoeveel ik van je hou. Maar je waardeert het niet. Ik waardeer het wel, maar je moet me niet laten stikken. Zo, ik ben eigenlijk een soort van klaar. Hi Ness, ik kom er net binnen. En ik ga nu alleen nog mijn lippen doen en dan de rest. Ik ga mijn lievelingslipkleur opdoen. Het is de lip liner Kylie van Kylie Cosmetics. Zo, guys, het is mijn look voor oud en nieuw. Niks bijzonders, ik heb het echt heel erg snel gedaan. Ik denk dat ik echt letterlijk in een kwartiertje klaar was. Maar... Ja, het is wel jammer dat we weggaan, want je kan heel mooi vuurwerk kijken. Ja, hier is het echt heel erg mooi. Maar we hebben het eerste jaar we hier waren, hebben we hier oud en nieuw gevierd. En het was echt vet mooi. Hoe schattig. Nessie heeft dus bloemen gehaald. Die gaan we dus geven. En... chocola, met merci. Lief hoor, Nes, ben jij? Zo, de douche staat aan. Ik ga zo even lekker douchen. En daarna ga ik mijn lichaam even wel een beetje opbronzen. Want ik ben echt heel erg bleek. En dat doe ik niet meer. Met die ene waar ik echt heel erg vlekken van kreeg. Maar dan doe ik even gewoon weer snel met deze lotion. En deze ruikt niet zo fris. Maar goed, het is gewoon eenmalig. Ik gebruik deze dingen sowieso niet meer. Maar voor nu is dat wel leuk, want ik ga denk ik toch een jurk aan doen. Ik vind het zo moeilijk om even te beslissen wat ik aan ga doen. Bruin ben ik niet echt geworden, maar wel bruiner. Daar gaat het om. En om de kleur een beetje te camoufleren gebruik ik gelijk deze olie erna. En deze olie ruikt best wel sterk. Okay, ik heb een paar opties. Ik heb deze jurk, die kennen jullie al van Comcat Fashion. Ik vind het trouwens wel echt de perfecte oud en nieuw jurkje. Oh, misschien ga ik deze toch aandoen. Ik heb dit jurkje van Pretty Little Thing. Die zit iets fijner, want... Kijk, deze heeft volgens mij nog... Ja, die heeft een spleet. Dus ik ben bang dat ik een verkeerde move moet gaan maken. Dat je alles kan zien. Of ik moet er echt een broekje onder doen. En deze heeft dat niet, dus deze is wat netter. Wel iets saaier dan deze. Maar ik heb laatst dus deze nieuwe rok gekocht van de Zara. En ik vind deze eigenlijk zo stoer dat ik hem gewoon aan wil doen. Maar ik weet niet echt of het oud en nieuw is. Zo, ik ben helemaal ready. Ik ben echt blij met mijn make-up vandaag. Het zit echt wel goed. Ik hou gewoon van deze lipkleur. Ik hou van hoe ik mijn ogen heb gedaan. Niet overdreven. Ik hou er niet van als het echt heel erg zwart is. Maar dat vind ik gewoon echt heel erg mooi. Deze oorbellen, mijn outfit. Ik laat even mijn outfit zien in de spiegel. En mijn haar zit gelukkig ook goed. Nes, ik ben eigenlijk klaar. Ja? Ja, jij ook klaar? Ja, dat is goed. Nes is PlayStation aan het spelen. Niet zo lelijk kijken altijd. Ja, zo. Rik wel lekker. Ik heb voor de zekerheid mijn sneakers meegenomen, want ik weet dat ik het niet ga redden. Oké, wij zitten inmiddels in de auto. We zijn onderweg naar Zeeland. Ik wil eigenlijk... dit jaar helemaal niet zo overdreven gekleed gaan. Ik heb echt een glitter jurk aan, alles. Maar ik dacht, met kerst had ik al niks interessants aan. Laat ik wel even een beetje die feeling van oud en nieuw krijgen. In ieder geval, ik heb net thuis eten gegeven aan mijn katjes. En ik vind het echt heel erg, want... onze eerste nieuwjaar zonder Dina. Oh. Ja, weet je wat het is? In mei heb ik dus Dina gekregen van Nessie. En het is haar eerste oud en nieuw. En ik vind het echt zo zielig, want ik weet ook niet hoe ze erop gaat reageren en zo. En ik wil heel graag gewoon zien hoe ze daarop reageert, toch? Ja. Maar ik denk dat zij eerlijk gezegd niet bang gaat zijn. Nee, hè? Nee, ik denk... Ze was net ook, daar waren we echt om mijn hart te knallen en zo, ze slaapt gewoon. Ja, en soms kijk ik zo uit het raam. Dus ik denk niet zo bang zou zijn, maar ik zou, ja... Ik wil gewoon mijn katje zijn met oud en nieuw. Ah, we are arrived at Belgium. Greta. Oh. En dus ja, koken. Oh. Laat even zien. Oh, lekker vlees en pilau en de dijaj, lekker kip en aardappelen. Kijk maar hier en hier achter. Ook wat het groot kip. Goed. Lekker hoor. Heb je honger? Ja, ik heb honger.
jongens, het is net 12 uur geweest. Ik ben hier met Nessie. Wij gaan hier allemaal vuurwerk afsteken. Wij gaan allemaal vuurwerk afsteken en dat ga ik even. Kijk, deze illegale, wat zijn ze nou aan het doen? Hey, wat zijn ze nou aan het doen, man? Ga dan. Een beetje vuurwerk, hè? Hier, kom even met je afdrukken. Ik heb lang kijken, hè? Oh mijn god, ik ben echt bang eigenlijk. Oh mijn god. Ik ben hier echt weg. Oei, joh, ik ben een beetje bang voor vuur. Nou jongens, inmiddels is het 1:15 en we moesten vertrekken. Want Nesmi heeft dus zo een show in Tilburg. Maar wat ik nog wil zeggen, ik vond het echt super gezellig. Ik heb echt een heel leuke avond gehad. We hebben heerlijk gegeten. Veel gelachen. Ja, en eigenlijk zijn we uitgenodigd bij de vriend van Nesmi en zijn vrouw. En dat is eigenlijk ook mijn vriendin. Maar zij hadden dus eigenlijk hun familie uitgenodigd en ons en andere vrienden ook. Maar dat is echt super gezellig, hè? Ja, dat is echt leuk. Het is gewoon alsof je gewoon zelf familie bent van hun. Echt. Maar ik ben ook met hen opgegroeid. Ja. Dus het voelt ook soort van echt als familie. Ja, maar weet je, ik wist dat dus niet. Ik wist wel dat jij heel lang Die moeder ook. Ik ken jou al sinds kleine jongen. Ja, maar daarom ook. Want ik wist wel dat je hem lang kende. Ja. Maar zij zei van, ik ken Nessie al vanaf toen hij zo was. Ik dacht, we kennen elkaar echt heel erg lang. Ja. Dat is wel echt top. Dat is gewoon eigenlijk een jeugdvriend. Maar ja, ik heb het gewoon echt heel erg naar mijn zin gehad. Veel gelachen. Ik heb zelfs gedanst. Dat doe ik nooit met mensen. Ik heb ook gedanst. Ik heb hem gedwongen om te dansen. En ja, we gaan nu lekker onderweg naar Tilburg. Naar jouw eerste show in 2019. Ja. En ik mag erbij zijn. Wat leuk. Nou jongens, eindelijk het tankstation gevonden. We hebben lekker koffie. Hey, op een goed nieuwjaar, Enes. Hey, proost. Woe, love you. Jongens, we zijn net aangekomen in Tilburg. Het was echt best wel druk in de stad, man. Er zijn echt heel veel mensen rondlopen. Dronken mensen. En we zijn nu even in een parkeergarage. We gaan nu even parkeren en dan gaan we even een stukje lopen. Ik ben echt... Jongens, ik heb maar even weer sneakers aangedaan, want dan moest van Nessie voor de veiligheid. En Nessie is lekker aan het pissen. Hey, Nessie boy! Kom dan! Wow. Hey, goed gedaan, hè, Mattie? Goed gedaan! Je bent zo gaar, hè? Goed gedaan! We hebben je gezegd hoe laat het is. Ja, ongeveer. 3 uur 's nachts. Ja, ik ben wel echt helemaal verrot en kapot. En nu zijn we aan het wachten op QC en Anfish, wil ik zeggen. Anjovish. Op Anjovish wachten. Ja, we zijn even aan het wachten op Anish en QC. En dan lopen we even samen naar de club en zo, hè. We zijn net klaar. Ik ben nu wel echt helemaal kapot. Ik heb echt last van deze oog. Maar het was echt fucking grappig. Want ik zat achter. Ik stond eigenlijk achter Nessie. En. Ik vond het wel leuk, toch? Ja, ik vond het wel leuk. Je moet zingen met jou. Alleen ik wist dus echt niet dat mijn volgers gewoon uitgaan en zo. Maar er was dus een volger van mij. En die was best wel dronken. En zij probeerde mij de hele tijd te omhelzen. Zij probeerde jou bier te geven, ik ging helemaal stuk. Wat is het, bier? Bier. Schat, dat was een andere, ik had toch een andere. Oh, dat weet ik niet. Oh, je bedoelde die beetje bruine chick? Ja. Oh, wat zei dat? Ik dacht dat je die met die bril bedoelde. Maar je ging helemaal stuk om haar. Nee, zij... Dat doet zo naar jou, met die bier. Hier, drink. Ja, zij, de andere wel, ik ging drinken. Maar er waren dus best wel een paar meisjes op me afgekomen en ik had het helemaal niet verwacht. Maar de eerste was wel, dat was best, die donkere meisje, zeg maar. Hij was volgens mij een heel lief meisje, maar ze was gewoon super dronken. Die kwam opeens op het podium, toch? Ja, die. En zij zei tegen mij van, ik volg jou. En dan deed ze, dus keek ze mij aan, want ik ging er eerst niet naartoe, want ik dacht van, what the fuck. En deed ze dus dit. Deed ze zo. I love you. En ik dacht, what the fuck. Wat vet sensatie. En daarna deed ze dit. Dus ik
oké, wat is dit? En ik ging op een gegeven moment naartoe en ik zeg, ik volg jou, ik volg jou. Ik vond het best wel schattig, tot ze me echt een beetje heel heftig ging omhelzen. En toen ging ik weer weg, kwam ze weer achter me aan en ging ze me weer heel hard omhelzen. Toen op een gegeven moment, ik trok haar arm zo weg bij mij, want ik dacht van, oké, what the fuck is dit? Als mensen dronken zijn, gaan ze een beetje aantastelijk doen. Ja, en toen ging een vriend van Q's haar weghalen bij mij. En ja, toen... Setje, de tourmanager. Ja, Setje was volgens mij. En toen was er dus opeens een chick in het publiek die contact zocht met mij. Dus ik dacht van, zij ging zwaaien, dus ik ging ook terug zwaaien, dat was die met die bril. Yeah. Kwam ze opeens ook het podium op, maar die wou mij gewoon dronken voeren ook wel. Ja, ze zegt drink, drink. Ik zei, ze zegt, ja, ik ga drinken voor je halen, wat wil je drinken? Uh-huh. Ik, maar ik drink niet. Ik hoef niet, nou, kom op, ik wil dat je het gezellig hebt. Wat wil je drinken? Ik heb een bandje. Ze is bier en zo geven. Geen bier daarop doen, ik drink toch helemaal geen bier, jongens. Nou ja, het was wel grappig. Ik wist echt niet dat mensen mij kenden daar. Dus ja. Dat is wel leuk toch? Ik vond het wel oprecht leuk. Hi, mijn baby! Hoe was het? Hi, schatje! Happy New Year, hè, baby! Hoe was het vuurwerk zonder ons, Dinar? Hoe was jouw eerste jaar? Oh. Hi, Mimi! Hier is Lira. Hoe was nieuwjaar, poepie? Oh, lekker zeg. Oké, jongens, zoals je ziet ben ik net thuis. Ik ben echt helemaal gesloopt nu. Ik denk dat het nu 5 uur is. Ik ga snel even douchen. En dan mijn bed in. Ik kan gewoon echt niet meer. Ik wil jullie hierbij een gezond en gelukkig nieuwjaar wensen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor al jullie support dit jaar. En ja, ik zie jullie in 2019. Doeg!